Hallo, mijn naam is Marije Holstegen. Ik werk als senior onderzoeker bij Omring en GRZ Plus. En ik ben uitgenodigd om deel te nemen aan een internationaal congres over ouderengeneeskunde. En ik ga jullie meenemen. Ik sta nu op Schiphol en ik vertrek zo naar Krakau in Polen. Ik sta voor het congresgebouw, het gaat zo meteen beginnen. En ik ben heel erg benieuwd wat wij van andere landen kunnen leren als het gaat om ouderenzorg. Hallo, we zijn hier op het internationale Geriatrics Congres. Ik ben hier speciaal natuurlijk voor uit interesse voor de geriatrische revalidatie. En veel geleerd, goede praatjes gehoord. Punten die je echt onthoudt zijn hoe belangrijk voeding is in de revalidatie. Ik denk dat we daar in Nederland nog wel wat van aan kunnen verbeteren. En verder het belang van dat er al revalidatie voor de operatie plaatsvindt. Maar het allerbelangrijkste wat ik eigenlijk uit de internationale groep heb overgehouden, is dat gezien alle verschillende financieringen in alle landen, het heel belangrijk is om vanuit de professionele achtergrond te beschrijven wat nou geriatrische revalidatiepatiënten zijn. Ik ben hier eigenlijk alleen maar voor de geriatrische revalidatie gekomen. En de belangrijkste dingen die ik mee heb genomen is van we kunnen leren van sportgeneeskunde. Dat was een eye-opener voor mij, omdat we over trainen en overtrainen. En we kunnen, het is eigenlijk bijna een kunstfout geworden om niet aan prehabilitatie te doen bij kwetsbare ouderen die een electieve operatie ondergaan. Dat is wat ik geleerd heb. En ik ben bijzonder blij met de ontwikkelingen in de Special Interest Group Geriatric Rehabilitation. Met plannen voor monitoring Europees wijd en met uitkomsten vergelijken Europees wijd. Dat zijn de belangrijkste dingen die ik heb geleerd hier. Voor mij waren de thema's voor het revalidatie best belangrijk. Ook voor mijn onderzoek over het uitdagend revalidatieklimaat. En ik vond het heel leuk om te horen dat het actief maken van de cliënten tijdens de revalidatie, maar ook al voor een operatie, voor alle landen een issue is. En dat iedereen aan het zoeken is naar een goede manier daarvoor. En voor mijn eigen onderzoek heb ik hier dan ook heel leuke gesprekken weer gehad met allerlei internationale professoren die we mee kunnen nemen in het uiteindelijke artikel. Dus jullie gaan er nog meer van horen. Wat mij opvalt, 5 jaar geleden was ik als eerste keer naar het IHRS en toen was er volgens mij echt helemaal niets over geriatrische revalidatie. Nu zie je het in heel veel sessies terugkomen met een ook apart symposium wat echt overvol was. Heel veel belangstelling, dus ik neem mee dat geriatrische revalidatie een belangrijk onderwerp is, ook wetenschappelijk gezien, en ook echt erkenning krijgt hier. Ja, wat heb ik geleerd op het EUGMS in Krakau? Een van de dingen die ik opvallend vond is dat wij doen onderzoek naar heupfracturen in Den Haag. En daar hebben we een cohort mensen die we volgen, daar hebben we een programma voor. En datzelfde doen ze in Madrid en hetzelfde doen ze in Trondheim in Noorwegen. Ze hebben daar ongeveer even grote cohorten. Het is heel interessant om te zien dat die mensen naar andere plekken gaan, dat ze uiteindelijk min of meer dezelfde uitkomsten hebben, maar dat dat ons veel mogelijkheden biedt om zorgvergelijkingen te maken. En dat gaan we ook proberen te doen binnen de EUGMS. Er is veel te leren van elkaar en daar heb ik zin in. Ik ben weer terug in Nederland na een intensief, maar vooral ook leerzaam congres. Wat ik samenvattend goed vond om te zien, was dat de thema's die we benoemd hebben in de onderzoeksagenda van GRZ Plus ook naar voren komen als hele belangrijke thema's internationaal om verder onderzoek naar te doen en door te ontwikkelen. Dat is ambulante revalidatie, want de revalidatie gaat thuis ook nog verder door. Zorgtechnologie, je ziet dat er eigenlijk nog heel weinig onderbouwend bewijs is voor wat nu echt goede technologie is, wat de patiënt kan ondersteunen in zijn revalidatie en revalidatieproces. En als laatste, welke meetinstrumenten kunnen we nu gaan gebruiken om de patiënt goed te gaan volgen, maar ook om te kijken van hoe kunnen we nu internationaal beter gaan vergelijken. En daarvoor zijn we ook bezig met een internationale groep van onderzoekers. Om ook te kijken van nou, kunnen we internationaal kijken naar de juiste uitkomstmaten van succesvolle revalidatie. Dus al met al een geslaagd congres.